Hallo allemaal, welkom bij de Speller Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Catan, het dobbelspel, laten zien. Dit keer geen kaarten om je grondstoffen mee te gaan verzamelen, maar 6 dobbelstenen. Daarmee ga je op dit blaadje aangeven wat je gebouwd hebt. Dorpjes, steden, ridders en natuurlijk de wegen. En wie aan het einde van het potje na 15 rondes de meeste punten heeft, die is de winnaar. Dat speel je of helemaal ieder voor zich. Maar aan de andere kant van het blaadje staat ook een variant waarbij je onderling gaat strijden om de langste route en de grootste riddermacht. Dus laten we snel gaan kijken hoe die gaat. In de doos zit bijzonder weinig. Een bloknoot met dubbelzijdig de blaadjes waarop we gaan spelen. 6 dobbelstenen en natuurlijk de spelregels. De dobbelsteen bestaat uit 6 zijdes. 5 zijdes komen jullie ongetwijfeld bekend voor. De 5 grondstoffen uit Catan. Steen, hout, graan, wol, erts en de zesde kant is goud. We hebben dus een basisvariant en je kan het blaadje ook omdraaien, dan krijg je de plusvariant. We beginnen natuurlijk maar even met de basisvariant en hierin speelt eigenlijk gewoon ieder voor zich en is het een kwestie van de meeste punten halen. Volgens het doosje kan je het voor 1 tot en met 4 spelers spelen. Speel je het in je eentje, nou ja, dan is het de eerste keer heb je sowieso gewonnen en wordt het in de potjes daarna de uitdaging om je eigen score te verbeteren. We gaan bouwen straatjes, ridders, dorpen en steden. En wat je daarvoor moet betalen aan dobbelstenen staat er netjes naast. Dus voor een straat moet je nog altijd 1 steen en 1 hout zien te dobbelen. Je mag 3 keer dobbelen en binnen die 3 keer moet je je eindresultaat gaan halen. Je mag ook al na 1 keer dobbelen stoppen. Je mag wat dobbelstenen opzij zetten en dan de rest nog een keer gooien. En dan mag je eventueel nog een keer gooien, waarbij je ook dobbelstenen die je al eerder opzij gezet hebt, als je wil, toch nog een keer mag meedobbelen. Pen en potlood zitten niet bij, dus die zul je zelf even moeten pakken of kleurtjes gebruiken. Een straat die je wil gaan bouwen, en de eerste straat is hier al donker gemaakt, die is alvast voor je ingevuld. De volgende straat die ik wil gaan bouwen moet grenzen aan de straat die ik al gebouwd heb. Dus mijn volgende straat moet wel deze worden. Na deze straat mag ik kiezen of ik eerst even naar boven ga of dat ik hier doorga. Dus ik mag niet hier zomaar een straatje gaan bouwen, het moet grenzen aan de straat die je al gebouwd hebt. De ridders die je gaat bouwen moeten in volgorde. En je moet steeds met het laagste getal beginnen, dus hier hebben we ridder 1. Die moet ik eerst gaan aanvinken, door dus een erts, een schaap en een graan te gooien. Daarna mag ik de tweede ridder gaan aanvinken, daarna de derde, de vierde, de vijfde en tot slot de zesde. Een dorpje mag ik alleen maar aanvinken als die grenst aan een weg die ik gebouwd heb. Nou, gelukkig hier hebben we dus al gratis een weggetje gekregen, dus dorp 3 mag ik alvast bouwen. Ook dit moet weer in volgorde van laag naar hoog, dus je moet eerst dorp 3 gaan bouwen. Voordat ik dorp 4 kan bouwen, moet ik dus eerst zorgen dat er 2 weggetjes naartoe lopen. Dan kan ik dorp 4 gaan bouwen, hier 2 weggetjes bouwen, dan kan ik dorp 5 gaan bouwen. Dan hebben we nog dorp 7 en dorp 9 en tot slot dorp 11. De getallen zijn ook de punten die je krijgt op het moment dat je hetgene bouwt wat je aanvinkt. Tot slot hebben we nog de steden. Ook die moeten grenzen aan een weg die je al gebouwd hebt. En ook die moeten in volgorde van laag naar hoog. Dus de eerste stad is 7 punten waard. De tweede stad is 12 punten waard. De derde stad is 20 punten waard. En de vierde stad is maar liefst 30 punten waard. Mocht je iets dobbelen en je kan niets bouwen, dan ben je verplicht 2 strafpunten op te schrijven. Dit zijn de 15 rondes die we gaan spelen. Dus elke ronde schrijf je sowieso punten op. Liefst positief punten, omdat je iets gebouwd hebt. Heb je niks gebouwd, dan moet je 2 strafpunten opschrijven. En wie na die 15 ronden de meeste punten heeft, die is natuurlijk de winnaar. Nou, dan heb ik het hiermee eigenlijk uitgelegd, maar toch even voor het voorbeeld gaan we natuurlijk even dobbelen. Ik kan nog geen stad bouwen, ik kan alleen een ridder bouwen, of een straat, of een dorp. Nou, ik heb al een hout en een steen, dus in principe zou ik nu kunnen zeggen, ik stop alvast en ik ga alvast de tweede straat bouwen. Maar als ik dit bekijk, heb ik bijna een dorpje. Dat is misschien ook wel interessant. Die 3 erts is heel leuk als je een stad wil gaan bouwen, maar ik mag nog geen stad gaan bouwen, want die is nog niet verbonden met een weg. Dus deze 3 ga ik eens eventjes opnieuw gooien, kijken wat daarmee gebeurt. Daar heb ik ook niet zo heel veel aan. Als dit nou een schaap was, had ik een ridder kunnen bouwen. Je mag in je beurt trouwens meerdere dingen tegelijkertijd bouwen als je maar de dobbelstenen ervoor hebt. Je mag elke dobbelsteen natuurlijk maar 1 keer gebruiken. Ik ga deze gewoon nog een keertje gooien. Kijken wat er gebeurt. 2 hout en een schaap. Nou, dan zou ik mijn dorpje kunnen bouwen met deze. Want dan heb ik steen, hout, een schaap en graan. Dus nou vink ik mijn eerste dorpje aan. Die heb ik nu gebouwd. Ik moet maar even kijken hoe je dat voor jezelf makkelijk vindt om aan te geven.
En deze beurt, dit dorpje is 3 punten waard, krijg ik dus 3 punten. En in mijn volgende beurt zal ik dus echt straten moeten gaan bouwen, dobbelen, om verder te kunnen met dorpen en steden. Nou, dan is het volgende speler aan de beurt. Dan ben ik weer aan de beurt. En nu is het interessant, want ik gooi 2 goud. 2 goud mag je inzetten als een joker. Dan pak je die 2 gouden, dan moet je er eentje afleggen. En van die ene gouden mag je dan, dus eigenlijk wel je 2 tegen 1, een grondstof naar keuze maken. Dus in dit geval zou ik daar bijvoorbeeld een steen van kunnen maken, zodat ik die straat kan gaan bouwen. Ik laat deze 2 nog heel even liggen, want misschien dobbel ik uit mezelf nog wel steen. En ik moet nu echt even straatjes gaan bouwen, zodat ik straks verder kan gaan bouwen. Dus dit was mijn eerste worp. Voor mijn tweede worp ga ik deze opnieuw gooien. Kijk, nu heb ik al mijn steen en nog een hout. Nou, ik zou nog een keer kunnen gooien, kijken of ik hier ook nog een steen uit krijg. Oh, die gaat wel heel ver weg, nog een goud. Aan 1 goud heb je dus helemaal niets, je moet er echt 2 hebben. Maar dat komt nu wel mooi uit, want dan zeg ik van deze 2 goud maak ik 1 steen. Is dit mijn resultaat en kan ik dus mooi 2 straatjes gaan bouwen. Dus dan vink ik deze aan en deze aan bijvoorbeeld. En dat betekent dat ik nu 2 straatjes van 1 punt heb gebouwd, is 2 punten. Nou, en zo ga je dus al dobbelend proberen je blokje vol te krijgen, waarbij je dus altijd 2 goud mag omzetten in 1 grondstof naar keuze. Dan hebben we ook nog die ridders. Op het moment dat jij een ridder bouwt, nou, stel je dobbelt dus erts, wol en graan, en je mag je eerste ridder omcirkelen, dan levert dat je in dit geval 1 punt op. Maar deze ridder staat bij een specifieke grondstof, behalve de laatste. En zo'n ridder geeft jou 1 keer per spel de mogelijkheid om 1 van jouw dobbelstenen te ruilen voor de grondstof die onder die ridder staat. Dus stel, ik heb 2 erts gegooid, 2 graan, een hout en bijvoorbeeld een goud. Maar ik wil natuurlijk heel graag, en ik heb dit weggetje ook netjes gebouwd ooit. En ik wil heel graag natuurlijk een stad gaan bouwen. Dan kan ik nu zeggen, hé, ik heb hier nog een ridder die niet gebruikt is. Dan kan ik mooi 1 van deze 2 dobbelstenen omzetten naar het erts wat hij mij geeft. En nu kan ik mooi mijn stad gaan bouwen. Die ridder moet je dan vervolgens wel doorkruisen, zodat je weet dat je die niet nog een keer kan gebruiken. Maar 1 keer per spel mag je dus elke ridder die je gebruikt hebt, mag je 1 dobbelsteen ruilen met de grondstof die onder die ridder staat. En de 6e ridder die je bouwt, die geeft jou een grondstof naar keuze. Mag je zelf weten welke dobbelsteen je omruilt naar welke grondstof. En nogmaals, eindig je beurt zonder dat je iets bouwt, dan moet je hier 2 strafpunten opschrijven. Nou, en dat doen we dus 15 keer. Elke speler mag 15 keer dobbelen. Je dobbelt dus ook alleen maar voor jezelf, niet voor anderen. En wie dan na die 15 ronden de meeste punten heeft, die is de winnaar van Catan, het dobbelspel, de basisvariant. Dus nogmaals, even heel snel. Je begint met een straatje. Straatjes bouwen moeten grenzen aan straatjes die je al gebouwd hebt. En lever je 1 punt per straatje op. Ridders kan je bouwen ook voor punten, plus eenmalig per spel mag je dan 1 dobbelsteen omruilen naar de grondstof die onder die ridder staat. Je kan dorpjes bouwen voor punten, ook die weer oplopend, net als de steden. En dorpjes en steden mag je alleen maar bouwen als daar een weg aan grenst. Kan je niks bouwen, krijg je die ronde 2 strafpunten. Dan draai het blaadje even om en dan krijgen we de plus variant. Nog steeds gelden dezelfde regels, alleen zijn de punten hier verdwenen. Een dorp levert je 1 punt op. En een stad levert je 2 punten op, net als in het gewone Catan. En dat geef je aan als je een dorp gebouwd hebt door hier even een vinkje neer te zetten van ik heb een dorp gebouwd. En een dorp moet natuurlijk nog steeds grenzen aan een weg die je gebouwd hebt, enzovoort, enzovoort. Ridders zijn geen punten meer waard. De speler die als eerste bij dit aangekruiste weggetje aankomt en die bouwt, die krijgt de langste route. Die bestaat dus uit 5 lang. En dat is 2 punten waard, dan geef je even met een vinkje aan dat je op dat moment de langste route hebt. Mocht een andere speler een langere route bouwen, dan moet je dat doorstrepen en mag die andere speler het gaan aanvinken. Dus die langste route die verwisselt van spelers als iemand een langere handelsroute gaat bouwen. Alleen als die langer wordt, niet als je gelijk komt. En dan gaat het niet om het aantal weggetjes wat je hebt aangevinkt, maar echt om de langste route die je kan maken. Dus een onafgebroken slinger. Hetzelfde geldt voor de ridders, die zijn ook geen punten waard. Maar de eerste speler die 3 ridders heeft gebouwd, die mag de riddermacht aanvinken. En ook dat is dan tijdelijk 2 punten waard, totdat er eventueel een speler komt die meer ridders heeft afgemaakt dan die andere speler. Ridders mag je nog steeds eenmalig inzetten voor de grondstof die onder ze staat. Maar we hebben hier ook nog een setje van 2 ridders. Die geven je een grondstof naar keuze, maar je begrijpt, daarvoor moet je wel alle 2 die ridders gebouwd hebben.
En je bent ook alle twee de ridders kwijt om één grondstof naar keuze te krijgen. Je hoeft je dorpen en steden hier dus niet in een bepaalde volgorde te bouwen, maar natuurlijk moeten ze nog wel grenzen aan een weg die je al gebouwd hebt. Ook zie je dat we nu geen vast aantal ronden meer gaan spelen. We gaan ouderwets spelen wie als eerste 10 punten heeft verzameld, inclusief eventueel die langste route of die riddermacht. Die is de winnaar. En om dat voordeel van de startspeler een beetje weg te halen, moet de startspeler met deze variant begint met 3 dobbelstenen. De volgende speler mag dan 4 dobbelstenen gaan gooien. We spelen daarna 5 dobbelstenen tot we tot slot bij de 6 dobbelstenen zijn. En vanaf dan gaan we gewoon constant elke keer met 6 dobbelstenen gooien. Dus deze variant is niet voor solo, maar voor 2 tot en met 4 spelers. En hiermee krijg je wat meer onderling interactie, strijd voor die langste handelsroute en die grootste riddermacht. Maar in principe blijft dus hetzelfde dobbelen voor je grondstoffen, waarmee je in diezelfde beurt je wegen, dorpen, steden of ridders moet gaan bouwen. En in dit geval dus geen strafpunten als je niks kan bouwen, maar dat levert je natuurlijk wel tijdsverlies op. En dat is Catan, het dobbelspel, dus wat makkelijker mee te nemen naar bijvoorbeeld de camping op vakantie. Geen gehannes met grondstofkaarten of dingen van elkaar afpakken, alleen maar 6 dobbelstenen waarbij je gaat dobbelen voor je grondstoffen om zo je dingetjes te kunnen bouwen. Dat kan je doen door simpelweg allemaal 15 rondjes te spelen en te kijken wie dan de meeste punten heeft verzameld, waarbij je in oplopende volgorde je dorpen en je steden moet gaan bouwen en je ridders. Of je kan een wat meer competitieve variant gaan spelen voor 2 tot en met 4 spelers, waarbij je een race gaat doen naar de 10 punten en waarbij dan een strijd gaat losbranden om de langste route en de grootste riddermacht. Mocht u nog vragen hebben over Catan, het dobbelspel, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.